Hey kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Sam en leuk dat je kijkt naar deze informatievideo. Om te beginnen, ik ben hier bij Farm Hunt. Dat is een minigame waar je een dier bent en de mensen, de normale mensen, die moeten jou vinden en je doden. Ik ben een dier, hij is misschien ook een dier, hij is misschien niet dier, hij is misschien een dier. Maar ja, dat is gewoon een beetje en ik moet zorgen dat hun mij niet vinden. Dus ik ga een goed stopplekje vinden. Ja. Ik ga het gelijk over het onderwerp hebben, want deze video heet de informatievideo. Jij denkt waarschijnlijk van, oké, wat krijgen we te horen? Nou, ga ik je nu vertellen. Ik heb heel wat dingen fout gedaan en dat spijt me. Ik heb niet geüpload, ik heb dingen beloofd en die niet nagegaan. Kut op, joh, Hunter, kut op. En daar heb ik gewoon echt spijt van dat ik dat niet heb gedaan. Want ik heb jullie beloofd en ja, dat kan je gewoon niet maken als een YouTuber, weet je. En hopelijk ziet hij me niet. Hij ziet me niet, wat een noob, jongen. Nee, maar alsnog, ik ga verder. Ik laat me zo snel afleiden, ook in de klas. Maar ik, dat kan ik gewoon niet maken als een YouTuber en... Ik hoop dat jullie me kunnen vergeven, want ik wil echt doorgaan met dit kanaal. En ik had ook wel een beetje het gevoel dat het misschien het einde van het kanaal zou kunnen betekenen. Want het gaat gewoon niet goed met het kanaal, weet je. Ik upload niet meer, terwijl ik het super leuk vind om te doen. Uploaden, video's maken. Daar komt er een. Niet mooi. Ja, oh god, ik kan pijl beschieten. Op Rotatoei! Nee, maar ik vind het gewoon heel leuk om te doen en... ik doe het gewoon niet. En ik heb eigenlijk ook een iets groots te melden. Ja, dit is een mooi plekje. Ik heb iets groots te melden en dat is dat... er komt een nieuwe serie en die gaat 1-1 met Hunger Games. Daarmee bedoel ik van net als wat er gebeurt met GTA en FIFA. Eén dag Hunger Games, één dag die serie. Eén dag Hunger Games, één dag die serie. En die serie, die wordt Hobo. Ja, jullie denken nu misschien, Hobo, what the fuck moet je daarmee? Maar je kan het zo leuk trollen. Ik heb het op dagelijks AD gezien. En die hebben er geen vaste serie van gemaakt. Want dat wil ik wel doen. Want ik vind dat... Ik vond het super grappig. Ik hoop dat ik dat ook kan doen. En dat jullie het leuk vinden. Dus ja, dat ga ik gewoon doen. En ik heb ook heel veel zin in... Alleen, ik moet dat ook editen. En dat is de grootste obstakel waarom ik nooit kan uploaden meer. Oh my god. Waarom ik niet meer zo vaak upload? Editen. Want het editen is zo kut tijdens FIFA en zo. En het is wel leuk. Heel leuk zelfs. Maar ik bedoel, ik heb er gewoon geen tijd voor. Want ik zit in mijn examenjaar. En ik moet dit jaar zo echt zo... mijn best doen om te slagen en ik wil echt slagen en ja, ik probeer gewoon nog te uploaden. Ik denk dat ik vrijdag weer echt ga beginnen en misschien komt dan de eerste video daarvan online van die Hobo. Ik ben ook van plan om de nieuwe series, er komen nog meer nieuwe series zelfs, Far Cry 4, de nieuwe Call of Duty, FIFA 15, Far Cry heb ik al gezegd, de nieuwe Assassin's Creed. Die komen allemaal op mijn kanaal. En ik weet ook niet hoe ik daar ruimte voor moet maken. Want ik kan maar echt, ik kan maar maximaal 2 keer per dag uploaden. Dat is gewoon echt het maximale. Maandag, dinsdag ben ik tot 7 uur op school. Elke keer. Zo, pardon. Dus ja, ik heb gewoon heel weinig tijd. Terwijl, ik vind dat heel jammer. Want YouTube is en blijft een droom van me om... een grote YouTuber te worden. Dat is al jaren een droom van me geweest. En ik heb zoveel kanalen gehad hiervoor. En ik dacht, dit kanaal, die moet het hem gewoon worden. Ik heb zo lang gedacht over, man, hoe zou het zijn om een grote YouTuber te zijn. En in contact komen met hun. Met die andere grote YouTubers te uploaden en alles. Weet je, dat soort dingen. En ik moet daar ook echt voor werken. Dat wil ik ook. Alleen... ja, school gaat voor. En het is ook echt niet dat ik me door haters laat weggaan of zo. Helemaal niet zelfs. Ik denk altijd van haters gaan ze vanzelf weg. En ik blijf gewoon totdat ik heb bereikt wat ik wil bereiken. Alleen,
Ja, er zijn zoveel dingen al in mijn weg gegaan. Aan het begin van het kanaal bijvoorbeeld. Toen hadden we. Oh, ik ben de laatste animal. Zien jullie dat? Uh-oh. You guys can't fight me. You guys. Zo, maar. Ik heb gewonnen. Ze noemen me hacker, joh. Oh my god. Iedereen noemt me hacker, joh. Wit. Iedereen noemt me een hacker. Fucking grappig, joh. Nou, we gaan gewoon even nog een potje joinen. Maar ik bedoel, het blijft gewoon de droom van me. En ik wil die gewoon waarmaken. En haters boeit me gewoon echt voor fuck, weet je dat? Hater laat mij niet stoppen, nooit. Ik bedoel, ik heb al heel wat dingen moeten overtreffen in mijn leven, dus ja, een hater boeit me dus echt voor fuck. Maar dat is het wel. Denk dat ik bijna wel klaar ben, dus ik ga verlieven. Zo, oh nee, niet. Nou, lief. Nou, nee, laten we nog één potje doen. Eentje, ja. Eentje. Ja, oké, eentje. Eentje, ja, nee, oké. Nee, we doen gewoon één potje nog, want om het voor de lol. Weet je, ga ik gewoon niet meer over die update video. We gaan gewoon nog één potje doen. Maar ja, dat was wel een beetje. Beetje, weet je. Dus ik hoop dat jullie ook wat meer informatie hebben over wat en hoe mijn kanaal eruit gaat zien. En oké, dit is een lekker plekje voor. Nee, ik denk dat ik een wolf ga zijn. Of een kip. Ik denk een kip. Een kip is minder zichtbaar, vind ik. Als je hierin kan, joh. Oh, OP plekje, OP plekje, OP plekje. Ik ga weer naar mijn oude plekje waar niemand me kon vinden net. Ik moet wel snel zijn, denk ik. Niet dat ze me opeens vinden. Oké, ik ga gewoon hier zitten. Hier zat ik net ook. Oké, niet letten op mijn guild. Want mijn guild zit alleen maar te zeggen: oh, ik mis jullie ook en ik mis jullie. Gewoon een beetje dom vind ik het. Volgens mij gaat mijn guild weg. Dus boeit me niet zoveel. Eigenlijk, ik bedoel, ik heb maar gewoon een random guild gejoind. En hoppakee, ik was wel klaar mee. Maar ja, ik ga even lekker die hunters irriteren. Hè? Vind ik altijd leuk om te doen. Pijlen schieten op ze. Raakte ik hem? Oh! Kut, 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 kut. Oh god, hij gaat pijlen schieten. Blijf zo, blijf zo. Let op de naam. Oh! Ze gaat in een rond te slaan. Ik ben zo bang dat ze komt. Waar is ze? Ik ga kijken. Ik hoef niet te bukken eigenlijk. Ze weet dat iemand een oeh, shit. Shit, shit, shit. Shit. Oh nee, doei, doei. Kutwijf, kutwijf. Ga weg alsjeblieft, ik ben zo bang. Ik ben zo bang, joh. Oké. Nee, niet. Nee, ze heeft mij nog niet gedaan. Dat weet ze denk ik zelf ook wel. Nee, kutzooi. Oké, ik ben erg bang, jongens. Ze moeten niet bedenken hoe bang ik ben. Nee, ik ben zo slecht met een boog. Ze is wel dom, hè? Want ze ziet de hele tijd dat ik beweeg. Maar toch doet ze niks. Ik ben hier ook de enige kip en toch doet ze niks. Ik ga even een paard veranderen, want. Oké, schatijn. Hoppakee, dikke hit! Dikke hit! Oh nee. Ja, doei. Kut. Kut, kut. Daar is ze. F5. Oké, ze kan wachten maar. Oké. Kut, sorry. Kut. Oh god, hè. Wat een teamwork van hen twee. Kut, 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 kinderen, jongen. Fuck hun. Ik ga mee. Ik ben nu een hunter, jongens. En nu ga ik zoeken naar de dieren. Oh, daar gaat de kip. Pakken hem, pakken hem, we pakken hem. We steken hem neer. Ik steek je neer, kut, kip. Kom dan, kutkip, kom. Kom vechten dan. Watje, ik ben eigenlijk watje. Ja, yay, ik heb hem, yay. Ik ben OP. Ben ik niet. Even kijken. Even kijken.
Wie heb ik het dood? Een adventure, nog wat. Oh, ik word zo gek van mijn guild, hè. Ik denk echt dat ik hem ga lieven gewoon. Als iemand guild van me hebt, zeg het maar, dan join ik hem wel. Ik join op dit moment alle guilds. Oké, even kijken of hier eentje zit. Nee, niet. Ga maar een explosieschaap. Kijk jongens. Zo kan je heel makkelijk zien of er iets is of niet. Tenminste, het is handig als er veel dieren zijn op een rij. Misschien zit er eentje op mijn kut. Oh, we hebben gewonnen. Jee. GG. Oké, dan. We hebben gewonnen. Dat is mooi. Mooi, 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 mooi. Hé, dit ken ik niet. Maar ja, jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze informatievideo leuk vonden. Zo ja, klik dan alsjeblieft het blauwe duimpje en klik op abonneren. Abonneren en likes en alles die motiveren mij echt om door te gaan met mijn kanaal en alle series die ik doe. Weet je, als je een serie leuk vindt, beloon hem dan. Ik bedoel, hoe lang duurt het om een blauw duimpje of op abonneren te klikken? Ik denk 3 seconden misschien, 5 seconden. En dan maak je mij gewoon heel erg blij daarmee. Dus alsjeblieft doe dat voor me. Ik zou het awesome vinden. En ja, ik zie jullie de volgende keer weer met een nieuwe video. Doei! Kut, sorry, waarom stopt hij niet met opnemen?